pace. Demons come and decimate. Or you best believe. Wordt het spannend als het gaat om het 7e actieprogramma Nitraatlichtlijn. Want in december moet dat nieuwe actieprogramma er liggen in Brussel. En daar gaat dit webinar over. En dit webinar is georganiseerd door het agrobedrijfsleven. Een tal van partijen en organisaties die namelijk gezamenlijk de handschoen hebben opgepakt om met een alternatief maatwerkplan te komen voor dat 7e actieprogramma. Die partijen, die ziet u hier ook op het scherm. U ziet ze straks ook langskomen, want we hebben in totaal 9 bestuursleden die met wie ik samen dat maatwerkplan ga doorspreken. En ik begin als eerste met Tineke de Vries, portefeuillehouder bodem- en waterkwaliteit bij LTO Nederland, en Roy Meijer van NAJK, de voorzitter. Voordat ik naar jullie toe ga, wil ik eerst nog iets zeggen tegen de deelnemers. Want jullie kunnen namelijk ook vragen stellen. En dat kan via de chat. Onze moderators zitten klaar om jullie vragen op te vangen. En een aantal van die vragen zullen we ook aan het einde van dit programma met elkaar ook gaan proberen te beantwoorden. Wat ik al zei, we hebben een heel vol programma. Ik ga met jullie starten als het gaat om het 7e actieprogramma. Wat ik al zei, Tineke, ik begin even bij jou. Het worden spannende weken. Ja, klopt. Het worden hele spannende weken wat dit betreft. Maar we staan hier ook namens alle sectoren, namens alle agrarische sectoren. Want alle sectoren hebben hiermee te maken. Is het niet direct, dan is het ook indirect. Ja, precies. Sectoren zei ik net al, hè? Die zien we ook op het programma. Als we even kijken van wat precies het spannende is en waarom we hier staan. Kun jij dat toelichten aan de hand van deze tijdslijn? Ja, ik ga even op het proces in. Het 7e actieprogramma dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. En de basis daarvoor zijn 2 Europese richtlijnen. De kaderrichtlijn water en de nitraatrichtlijn. En die richtlijnen zijn bedoeld om de waterkwaliteit te verbeteren. Ja, en iedere 4 jaar moet ieder Europees lidstaat zo'n actieprogramma aanleveren, hè? Ja, ja. Ja, dat klopt. Oké. Wat hebben we gedaan? 6 september, toen kwam het actieprogramma naar buiten. Toen schrokken wij best wel. Mm-hmm. We hebben het niet voor niks ontwrichtend, onhaalbaar en onbetaalbaar genoemd. Dat was het actieprogramma van LNV. Ja, LNV, ja, kwam precies met een voorstel, zeg maar. Ja? Ja, en toen konden we voor internetconsultatie daar ook een reactie op geven. En dat hebben 3700 met ons gedaan. En onze leden van al die hier in beeld staan, die hebben dat ook volop gedaan. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar dat geeft wel iets aan, hè? 3700 reacties. Zeker, ja. Toen was er 15 september was er een commissiedebat over het mestbeleid. Mm-hmm. In aanloop daar naartoe hebben we veel gesprek gevoerd met Kamerleden. En we zagen ook best heel veel terug in dat commissiedebat. De Tweede Kamer was kritisch. Je kunt zeggen dat de lobby, die dus meteen, begrijp ik, volop op stoom kwam, hè, ja, vanuit jullie, ja, organisaties. Die wierp ook zijn vruchten af. Ja, en eigenlijk 11 november was een, dat noemen ze dan 2-minuten debat. En dan kunnen partijen moties indienen. Ja. En wij hebben daar ook volop input voor gegeven. En we zagen gelukkig ook een heel aantal van die moties terugkomen. En ook aangenomen worden door de Tweede Kamer. Ja. En vervolgens komt dat dan in een Kamerbrief van Schouten, waar ze uitlegt wat ze met die moties gaat doen. Ja. Oké. Schout heeft er ook gezegd van, nou, als de sector met een alternatief plan kan komen, hè, kom maar op. Dan wil ik daar op zijn minst in ieder geval naar kijken. Ja. Roy, jij gaat daar iets over vertellen. Ja, ja, zeker. Toen het actieprogramma werd gepresenteerd, toen schrokken we best wel. Ik weet nog dat Tineke en ik elkaar opbelden en zeiden, maar wat hierin staat, dat is wel heel ernstig. In die zin, niet alleen de boer kreeg er heel veel last van, maar ook het bedrijfsleven erachter. Ja. Dus hebben we eigenlijk direct gezegd, we moeten eigenlijk proberen om de sectorpartijen te verenigen met het bedrijfsleven erachter. Ja. Zowel in de akkerbouw als in de melkveel, het grootste gedeelte van het actieprogramma gaat daarover. Dus vandaar dat we met al die partijen samenwerken, de sectorpartijen NJK, LTO, POV en NAV. En de agrobedrijfsleven erachter, een BO Akkerbouw, een NZO, een Rabobank en een Cumula.
Overigens, we zitten hier bij de Rabobank. Zijn we de Rabobank zeer erkentelijk voor dat we hier een webinar mogen opnemen. Mm-hmm. Heel goed. We hebben met elkaar gezegd van, we moeten hier wat aan doen. Als we het niet doen, dan gaat de onze keten een enorme knauw krijgen. Zo niet vallen de teelten gewoon om. Dus hebben we de koppen bij elkaar gestoken. Hebben we ook in het debat gezien van de minister op de 16e, als ik me niet vergis, op 15e. Dat zij zei van, joh, als er een alternatief is die kan voldoen aan mijn voorwaarden. Dus uitvoerbaarheid, bijdrage aan doelbereik, juridische borgingen en handhaafbaarheid. Dan daag ik jullie uit om wat te verzinnen. We zijn op het ministerie geweest, een gesprek gehad met de ambtenaren. En die zeiden ook, als jullie aan die vier voorwaarden voldoen en een hele andere insteek kiezen dan jullie tot nu toe hebben gedaan. Mm-hmm. Dan willen we daar naar kijken en dan nemen we dat serieus om te kijken, kunnen we eens mee het actieprogramma. Nou, dat kun je hebben iets gedaan. Zeggen over die voorwaarden? Die voorwaarden zijn gewoon heel helder. Hè? Die vier die ik net noemde, uitvoerbaarheid, bijdrage aan doelbereik, juridische borging en handhaafbaarheid. Dat vindt Brussel ook heel belangrijk. Mm-hmm. Dus als we iets maken, dan moet het aan die vier voorwaarden voldoen. Anders is het sowieso kansloos. Oké. En daar zijn jullie in geslaagd? Ja, zijn we in geslaagd. We hebben in de maand oktober keihard gewerkt met elkaar. Ja. Alle partijen die hier aan deelnemen, één voor één, stuk voor stuk. En we hebben begin november het plan opgediend bij het ministerie. En ook verdedigd. En nou goed, het ministerie neemt het plan zeer serieus. Maar zullen we straks nog even op terugkomen. Oké, uitstekend. Wat betreft, als we kijken naar deze slide. Hè, zijn er nog zaken die jullie hiervan willen nog benoemen? Nou ja, hebben we deze volledig gehad? Ja, in zoverre staat economische impactanalyse. Die is er intussen. Die was er niet op het moment dat die internetconsultatie losging. Maar in de economische impactanalyse komt wel heel duidelijk naar voren, want als dit doorgaat in ongewijzigd verhaal, zeg maar, dat het echt duizenden euro's per bedrijf gaat kosten. Ja, ja. Okay. Dus dat geeft wel aan hoe groot inderdaad de impact is. Zeker. Oké. We zeiden al, in december moet dat plan in Brussel liggen. Wat is nu, zeg maar, dan nog het tijdspad? Hè? We zitten nu in de derde week november. We kijken nu aan tegen een tijdspad dat we deze week proberen om samen met het ministerie eruit te komen hoe we alles in goede banen gaan leiden. Okay. En daarna zal het ministerie naar Brussel toe gaan om het plan daar neer te leggen en het te verdedigen. Ja. Goed, dus zullen we straks ook wat meer over zeggen hoe de minister dat heeft versleuteld in het plan en de sectoren. Ja, precies. Goed, laten we eerst even kijken naar het plan wat LNV precies heeft neergelegd. Dus hebben jullie 5 pijnpunten benoemd. De deelnemers kunnen natuurlijk allemaal de pijnpunten lezen. Als jij even voor jou de belangrijkste van die 5 eruit wil pakken. Nou, dat is wel die zaaidatum van 1 oktober voor vanggewassen. En daar heeft de minister nu inmiddels van gezegd, er wordt een commissie ingesteld die gaat adviseren over de verplichte inzaaidatum van een vanggewas na mais. Ja. En er komt een commissie die zal advies uitbrengen over gewassen die daarvan uitgezonderd kunnen worden. De wintergewassen, de meerjarige gewassen. Dan moet je ook denken aan bijvoorbeeld suikerbieten. Ja, ja. En die adviescommissie is een van de lobbypunten ook geweest, toch? Wij hebben grote moeite met dit punt. Nou ja, we hebben er nog wel moeite mee. Ja. Want nu gaat er een commissie mee bezig. Ja. En dan zal ik maar afwachten wat die commissie dan weer besluit. Ja, ja, precies. Oké, helder. Roy? Wat is voor jou een van die 5 de belangrijkste pijnpunt? Nou, ik vind ze alle 5 even belangrijk. Maar we hebben een verdeling gemaakt. Ik zal mijn eerste even toelichten. De eerste gaat over het tweede punt, hè, de bufferzones. Mm-hmm. We waren al gewend dat er tiltvrije zones waren, variërend van 0,5 meter tot 3 meter. En als je de juiste technieken op je gewasbeschermingsspuit had, dan kon je daar ook variatie in aanbrengen. Nou, de LNV dacht dat het een goed idee was om dat om te zetten naar minimaal 2 tot maximaal 5 meter. Nou, dat betekent dat er heel veel areaal van een bedrijf afgaat. Dat kun je dan wel op een max zetten van 5%, maar dat is nog veel. Nou, daar vonden wij wat van. Daar wordt nu door LNV voorgesteld, door de minister voorgesteld, om een commissie van hele wijze mannen of vrouwen in te richten die hele verstandige dingen gaan zeggen over waar je welke bufferzone kunt neerzetten, of in ieder geval aan wat voor vereisten dat moet voldoen. Mm-hmm. Dat wil ze dan richting de waterschappen gaan sturen. Mm-hmm. Wij zijn daar nog wel echt heel kritisch op. Een ander ding hierbij ook is dat als je een bufferzone hebt, die mag je ook niet meetellen als je melkveehouder bent voor de wet grondgebondenheid. Dus mm-hmm. Het kan zomaar eens zijn dat je wel grondgebonden was. Mm-hmm. En nu niet meer straks in het 7e actieprogramma. Nou, dat lijkt ons een onwerkelijke zaak, dus daar zijn we niet voor. Nee. Dus daar zijn we nog druk over in de weer om daar goed uit te komen. Oké, helder, helder. Gaan we even naar de volgende. Wat inderdaad bij die pijnpunten al opviel, Roy, is dat generieke beleid. Hè?
Het is heel generiek ingestoken wat LNV wil. Ja, ja. Ja, je ging even heel snel over de andere punten heen, maar eigenlijk komen al die punten erop neer dat er generiek gekeken wordt van hoe pak je dingen aan. Ja. En je gaat niet kijken hoe een omgeving of waar de problemen zitten, of de problemen waar de meetwaardes volgens de meetmethodieken niet goed zijn, ja. Dat je daar bij de bron aanpakt. Ja. Daarom hebben wij als sector gezegd van nou, we moeten, als we met een ander plan willen komen, met een andere scope gaan kijken naar dit, naar de kaderrichtlijn water en naar de nitraatrichtlijn. Mm-hmm. Daarvoor mm-hmm. hebben we een alternatief plan opgesteld in de mm-hmm. maand tijd. Mm-hmm. En daar zullen straks de sectoren wat op ingaan. Precies, gaan we er nog dieper op ja, in. Hè? Ja. Ja? Wat wel goed is om te melden is dat minister al in de brief heeft gezegd van joh, ik neem dat heel serieus. De heer Boswijk en de heer Grimwis hebben daarvoor een motie ingediend dat ze dat ook moest doen en daar houdt ze zich ook aan. Yeah. Ze willen het zelfs ook al een plek geven in het 7e actieprogramma. Yeah. Met twee aan die 4 punten voldoen die ik net al 2 keer heb genoemd. Yeah. Nou, daar zijn we nu over in gesprek hoe we dat gaan doen. Onze inzet daarin is helder. Wij vinden gewoon 2022 werken we dat plan uit, zodat 1 januari 2023 een ondernemer de keuze heeft, ga ik voor generiek of ga ik voor het alternatieve maatwerkplan? Ja, precies. Oké, okay, helder. Als we even dan kijken, want het hele pakket hè, is te doen om de waterkwaliteit zowel van het grondwater als van oppervlaktewater te verbeteren. Tineke, kan jij deze verder toelichten? Ja, dit is eigenlijk de essentie van ons maatwerkplan. Daar komen straks de sectoren nog uitgebreid op terug. Maar als ondernemer maak je op een gegeven moment de keuze. Ga ik voor generiek beleid ja. of ga ik voor maatwerk? Ja. En het maatwerk het heeft zowel betrekking op het grondwater als op oppervlaktewater. Wat grondwater betreft moet je natuurlijk wel ergens op kunnen sturen. Nou, wij willen sturen op stikstofbodemoverschot. En wat oppervlaktewater betreft willen we kunnen sturen op routes en bronmaatregelen. En dan gaat het over nutriënten, maar het gaat natuurlijk ook over gewasbeschermingsmiddelen. Maar dat je als ondernemer gewoon die keuze kunt maken. Bijvoorbeeld als je als ondernemer zegt, ik ben heel extensief of ik stap volgend jaar en ik heb geen zin in al die poespas. Mm-hmm. Dan kies je voor generiek beleid. Maar je zegt van ja, ik wil die doelen wel halen. Mm-hmm. En ik zie ook mogelijkheden om die doelen te halen, maar ik bepaal zelf hoe ik die doelen haal. Dan kun je kiezen voor maatwerk. Oké, heel goed. Gaan we even verder weer. Hier zien we ook weer de verdeling, hè? Grondwater en oppervlaktewater. Ja. Roy, neem jij deze of Tineke, nou, neem jij deze voor je rekening? Ik denk dat de sectoren hier straks even wat over gaan zeggen. Ja. Maar je Zeker? Ziet hier wel aan de dingen. Eigenlijk het is geen hogere wiskunde. Ik sprak Lene Jan nog even, onze mm-hmm. portefeuillehouder Akkerbouwer, mm-hmm. onderweg hier naartoe. Die zien we straks. Hier nog. En die ja? zei tegen mij, ja, weet je wat we hebben bedacht? Dit is eigenlijk ook geen rocket science, het is eigenlijk gewoon heel logisch. Ja. Dat zie je ook aan de dingen die hierin staan. Er zullen wat boeren zijn die nu kijken en denken, hey, dit heb ik eerder gezien. Bijvoorbeeld in de Minas tijdperk. Okay. Daar zullen ze straks nog wat verder op ingaan. Maar we hebben gewoon gekeken naar de boerenpraktijk. Wat zijn nou simpele dingen om te verzinnen om wel de doelen te halen? En we denken ook dat we dat beter doen dan het ministerie. Maar ook de boerenpraktijk ruimte te geven. En ervoor te zorgen dat er een agroketen achter blijft staan die de boerenpraktijk kan faciliteren, zodat we onze teelt ook gewoon kunnen doorontwikkelen en dat het niet verdwijnt. Die logica die je net noemde, is dat juist ook de kracht van jullie plan, omdat het zo dicht bij de boerenpraktijk ligt? Ja, zeker. Ja, ja. Zeker. We denken dat de ondernemers daar zeker op kunnen aanspreken. Want je bent niet voor niks ondernemer, hè? Je wil naar een doel toe werken, maar wel liefst op de manier die bij jou past en bij je bedrijf past. Ja, oké, uitstekend. Hebben we... Nee, dit waren ze. Heel goed. Eventjes nog terug, even van waar we aan het begin begonnen. Hè. We stelden al, jullie doen dit vanuit een heel consortium. Waarom precies? Waarom hebben jullie zo samen die handschoen opgepakt? De primaire sector en de agroketen moeten samenwerken voor hetzelfde belang. Mm-hmm. We willen teelten als aardappelteelt, bietenteelt mm-hmm. overeind houden. Maar we willen ook ervoor zorgen dat melkveehouders nog gewoon kunnen kiezen van, joh, heb ik een gemengd bedrijf en wil ik met een akkerbouwer veel samenwerken? Dan wil ik niet te veel verplichtingen hebben op grasland. En dat moet allemaal mogelijk blijven. Doe je dat niet, dan vallen de teelten om. Mm-hmm. Dat we met elkaar doelen moeten halen, dat is helder. Daar moeten we ons ook voor inzetten. Maar het moet wel mogelijk zijn om ons daar naartoe te bewegen, zonder dat of bedrijven, van boerenbedrijven omvallen of ketenpartijen erachter. Dat hebben we met elkaar 125 jaar opgebouwd. En dan gaan we nu ineens in een paar jaar afbreken. Nou, Tineke en ik dachten, dat is geen goed idee. Dus daarom zijn we hier met zo'n groot consortium. Ja. En het werkt wel. Ja. Want je staat gewoon als een blok. Ja. En je, nou,
we gaan ervoor. Ja, precies. Absoluut. En is het ook, Tineke, wat jij inderdaad ook al eerder aangaf, hè? Omdat dit ook, dit actieplan, dit raakt ook echt alle sectoren. Ja. Ja, het raakt en alle sectoren, het raakt heel veel ketenpartijen. Ja, oké, okay, helder. En dat zijn wij ook, hè? Als je de coöperaties hebt, die zijn ook van ons. Ja. Dus het raakt ons dan nog een keer dubbel. Ja, precies. Oké, okay. Duidelijk verhaal. Ik zie jullie aan het einde van dit webinar nog een keer terug. Ja. Want jullie gaan mee helpen om alle vragen van de deelnemers te beantwoorden. Wij gaan nu verder met een sectorblok. En dat gaat specifiek over de plantaardige teelten. U krijgt even kort een bumper te zien, zoals dat heet. Dan gaan wij hier even wisselen. En dan kom ik zo dadelijk weer bij u terug. En dan gaan we verder praten over de impact van het maatwerkplan op de plantaardige sectoren. Verder met het webinar over het 7e actieprogramma. En met name gaan we toespitsen nu op het maatwerkplan wat het agrobedrijfsleven heeft opgesteld. En dan met name nu voor de plantaardige sectoren. Later dit webinar volgt ook nog een blok. Gaan we specifiek kijken naar de melkveehouderij. En daarna komen we ook aan uw vragen. Maar eerst de plantaardige sectoren. Welkom. Jaap van Wenen. Vakgroepvoorzitter van LTO Nederland, zowel voor de volgrond groente als de akkerbouw. Leendert Jan Ommes, je bent bestuurslid bij NAJK, ook met de portefeuille akkerbouw. Sjoerd Heesteman, jij bent bestuurslid van de NAV. Ja. En Dirk van der Lucht van BO Akkerbouw. Welkom. Jaap, als ik als eerste even met jou mag beginnen, de impact van dit plan. En dan wil ik eigenlijk het vooral even hebben over het maatwerkplan. Dus jullie eigen plan, zoals jullie dat bedacht hebben voor de plantaardige sectoren. Kan je dat beschrijven, wat die impact precies is? Ja, we zagen natuurlijk dat LNV met generieke maatregelen kwam, terwijl we met een hele diverse sector te maken hebben. Het maakt nogal verschil of je bollenteler bent in Noord-Holland of in het zetmeelaardappeltelend gebied, met name van zetmeelaardappel moet hebben, of in het Zuidoosten boert. En terwijl het wel allemaal zandgrond is, bij wijze van spreken, en iedereen met dezelfde maatregel te maken zou krijgen. En dat gaat gewoon niet werken. En ook de waterkwaliteitsproblemen zijn niet overal aan de orde. Er zijn gebieden waar het water gewoon heel schoon is. En er zijn ook gebieden waar we nog uitdagingen hebben. Mm-hmm. En we kregen allemaal met hetzelfde riedeltje te maken, zeg maar, in dat actieprogramma. Dus we hebben gezegd, ja, dat kan zo niet. Dat gaat ook niet zo werken. Nee. Dan gaan boeren maatregelen moeten nemen, terwijl het daar helemaal niet nodig is. En andere boeren moeten maatregelen nemen op een bedrijf die er misschien helemaal niet bij passen. Dus we moeten kijken hoe kunnen we juist die maatregelen op die bedrijven nemen waar het nodig is. Mm-hmm. En dan ook nog kijken, nou ja, welke bedrijven passen dan ook het beste bij die grondsoort, bij die omgeving, bij die gewassen en bij dat bedrijf. En dan haal je het beste resultaat, maar dan motiveer je ook ondernemers om aan de gang te gaan. Oké. Okay. Jij zegt, of ik zei, hey, ik kondigde jou aan dat je zowel voor de akkerbouw hier staat als de volgrondsgroenten. Zit daartussen ook nog veel verschil? Ja, er zit verschil tussen. Heel veel akkerbouwers hebben een bouwplan, telen meerdere gewassen in een rotatie. Mm-hmm. Volgrondsgroententelers zijn vaak gespecialiseerd, hebben vaak 1 of 2 volgrondsgroenten mm-hmm. op een groot areaal, ruilen, huren veel grond. Mm-hmm. Dus ja, bedrijven zijn gewoon heel verschillend. En we hebben elkaar nodig om samen die waterkwaliteitsdoelen te halen. In sommige gebieden gaat het al heel goed, op de klei is eigenlijk niet zoveel aan de hand. Maar op de zandgronden, en met name in het zuidoostelijk zandgebied, ja, daar hebben we uitdagingen met elkaar. En hebben we ook elkaar nodig, want met sommige gewassen, weten we ook, gaat het heel moeilijk worden om die doelstellingen te halen. Terwijl met andere gewassen dat weer makkelijker kan. In welke gewassen samen, zijn dat met name? Dat zijn met name de granen, gras, de rustgewassen. Mm-hmm. In de teelten, de diepwortelende gewassen, ook de suikerbiet bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, die laat gewoon een hele schone grond achter. Mm-hmm. Maar andere gewassen, die ook in een vroeg stadium oogst, bijvoorbeeld bij groentes. Ja, die kunnen niet alle stikstof opnemen en dan is het uitspoelingsrisico ook groter. Dus maar samen moeten we wel kijken hoe we die uitdaging op gaan lossen. Oké. Okay. Sjoerd Heesteman, ik kondigde jou al aan, hè, van de NAV. Als het gaat om die grondwaterkwaliteit, wat vanuit het maatwerkplan, vanuit de plantaardige sectoren ook, draagt bij, zeg maar, aan die verbetering van die grondwaterkwaliteit?
Nou, in ons maatwerkplan komt er eigenlijk meer de focus te liggen op de juiste maatregelen op de juiste plek. En dat was dus in het generieke beleid niet. Er was dus een tiltrotatie opgelegd vanuit de overheid op klei en op zand. Inmiddels is dat op klei al eraf, op zand helaas nog niet. Wij willen dus kijken dat de teler dus zelf de keuze heeft individueel of hij aan zijn doelen kan voldoen. Of via een rustgewas of via andere maatregelen zoals meten of beter inzetten van vang- en rustgewassen. En daardoor willen wij kijken hoe we die waterkwaliteit beter kunnen borgen. Ja, precies. Is rotatie ook nog een item daarin? Ja, tiltrotatie, het generieke beleid blijft staan voor de teler die daar gebruik van wil maken. Maar Wij vinden niet dat het een verplichting moet worden. Wij vinden dat die keuze individueel bij de teler moet liggen en niet bij de overheid. En daarom houden ze allebei naast elkaar. Voor ons blijft het belangrijk dat de waterkwaliteit geborgd wordt. En in ons alternatieve maatwerkplan hebben we daar een aantal opsommingen in, waardoor die dus inderdaad betere normen behaald kunnen worden. Ja, ja, heel goed. Leendert Jan Onnes, jij bent van het NAJK, hè? Als het gaat om oppervlaktewater, wat zijn dan met name de tools zeg maar, die jullie hebben bedacht voor akkerbouwers, voor grondsgroententelers om te kunnen voldoen? Nou, Roy die noemde net al dat in het conceptactieprogramma dat iedereen of een 2 meter bufferstrook krijgt en bij gevoelige wateren die vallen onder de kaderrichtlijn water, ging dat er zelfs op naar 5 meter. Ja, dat zou gewoon een gebied zijn, het grootte van de Noordoostpolder, wat dan gewoon in één keer uit de roulatie gehaald wordt. Mm-hmm. Dat zou natuurlijk ontzettend zonde zijn, vooral omdat ook gewoon bekend is dat op de meeste percelen het gewoon helemaal geen effect heeft. Nou, dus eigenlijk is het. En waarom is dat zo? Omdat dat heel erg afhankelijk is van bijvoorbeeld de grondsoort. Het is afhankelijk van de gewassen die je teelt, van de technieken die je toepast. Mm-hmm. En wat de opgave is in een bepaald gebied. Dus met ons plan willen we, dat is allemaal bekend, hè, bij welke percelen het wel effect heeft. Dan wordt vanuit Delta Plan Agrarisch Waterbeheer en vanuit de agrarische collectieven wordt er ook gewoon al mee gewerkt. Okay. En dan, ons idee is eigenlijk om dus dan per gebied te kijken van, nou, wat is de opgave en wat is er dan vervolgens nodig om dus dan die opgave dus dan te gaan behalen. Nou, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je op de helft van de percelen waar het echt effect heeft, dat je daar dus dan toe gaat passen. Maar ja, dan moet je nog steeds gaan kijken naar wat is dan bijvoorbeeld het gewas. Want als jij een lucerne teelt en hem niet bemest en niet spuit, ja, dan hoef je er ook geen bufferstrook naast te gaan leggen, want dat helpt dan niet. Nee. Dus je kijkt naar het gewas. Ook naar wat voor technieken gebruik je, bijvoorbeeld van bemesten of van als je zorgt dat het gewoon plaatsspecifiek bemest wordt, wat je op je spuiten heeft, ja, dan hoeft die bufferstrook natuurlijk ook niet zo breed te zijn. Hetzelfde zoals het nu ook werkt met de tiltvrije zones. Mm-hmm. Nou ja, en het hoeft dus ook niet overal om dus wel die doelstellingen te halen. Dat is gewoon heel afhankelijk per gebied. Maar goed, om dus dan, je kunt moeilijk zeggen van, nou, jij wel en jij niet. Hè, dat iemand die keuze maakt. Mm-hmm. Dat moet, een boer moet daar zelf voor kiezen. Mm-hmm. Maar omdat het een keuze is, kan het vallen onder het GLB. Nou, en als het dan vanuit het GLB wordt je dan als het ware vergoed voor de extra kosten die je maakt om dus dan die bufferstrook aan te leggen. En dan kun je kijken van, nou, past het bij mijn bedrijf? Dan leg ik daar, dan ga ik, ik ga wel die bufferstroken ga ik aanleggen. En bij een ander past het misschien wat minder en die doet het niet. En dat is eigenlijk hetzelfde zoals die agrarische collectieven dat nu ook met het agrarisch natuurbeheer doen. Ja. De ene heeft wel akkerranden, de ander niet. Maar uiteindelijk zorgen we er met elkaar voor dat de doelstellingen behaald worden. Oké, en hoe gaat dat dan precies? Dat behalen van die doelstellingen en met name die borging daarvan? Nou ja, die doelstellingen is dus dan, kijk, dat zoals het nu is, dan moet iedereen moet dus die 2 meter of die 5 meter bufferstrook gaan doen. Ja, dat is helder. Ja, ja, nou ja, zoals wij het dus bedacht hebben, alleen daar waar het dus dan echt effect heeft. Maar dat is gewoon data die al beschikbaar is. Daar zijn al kaarten van. Ik bedoel met name de borging daarvan. We weten bij LNV is dat natuurlijk altijd een issue. Van hoe is het geborgd? Hè? Ook om in Brussel het te kunnen overleggen, om het zeker te weten dat het ook uitgevoerd gaat worden. En dat het ook het juiste effect ook haalt wat ze willen. Hoe hebben jullie dat bedacht? Nou ja, uiteindelijk wordt het natuurlijk op dezelfde manier wordt het gecontroleerd zoals het nu op dit moment LNV ook controleert. Of wat. Oké, dus het gaat volgens dezelfde systematiek, zeg je? In principe wel. Ja, ja. Oké, helder. Dirk de Lucht van BO Akkerbouw. Dirk, jij had het eerder over in het voorgesprek wat we hadden over kalenderlandbouw. En dan zat het met name op die datum van 1 oktober. Klopt. Ja. Een van de voorstellen van ook het ministerie van Landbouw een paar maanden geleden was inderdaad het oogsten van de gewassen, een deel van onze gewassen, in het bouwplan.
op alle gronden in Nederland voor een bepaalde datum. Mm-hmm. En dat noemen we kalenderlandbouw. En dat past eigenlijk helemaal niet bij een hele duurzame, goede landbouwpraktijk die we in Nederland kennen. Een boer die zaait en start eigenlijk zijn periode in maart en april. En die doet het hele jaar door, probeert hij de goede dingen te doen om het eigenlijk een mooi en goed gevast te oogsten. Mm-hmm. En kalenderlandbouw doorkruist dat verhaal. En dat grijpt in op het boerenbedrijf. En we zijn er ook achter gekomen dat het contraproductief werd op het eigenlijk ook de nitraatrichtlijnen. Want het maatwerkplan is mede aan de hand opgesteld met stakeholdersbijeenkomsten waar heel veel kennispartijen bij elkaar zijn gekomen, wetenschap, sectorgenoten. En een voorbeeld te noemen, de bieten werden net al genoemd, maar dat geldt ook voor andere gewassen. Yeah. Als je een suikerbiet vroeg moet rooien, uiteindelijk, en voor 1 oktober en voor 1 oktober nog een vanggewas wil zaaien, dan is maar de vraag of uiteindelijk dat vanggewas meer stikstof afvangt als dat bietengewas. Ja. En dat bleek juist uit onderzoek die aangeleverd zijn door coöperaties, en dat geldt eigenlijk ook voor aardappelen, verzet van aardappelen door AVB, dat juist door het gewas langer door te laten groeien, neemt het gewas meer stikstof op als dat het vanggewas vastlegt na 1 oktober. Mm-hmm. Dus eigenlijk doe je het netto genomen ook gewoon helemaal niet goed. Dus we hebben ook gezegd, ja, kijk dan ook naar oplossingen die eigenlijk werken naar uiteindelijk een goede landbouwpraktijk. En daar hebben we vooral op ingezet. En ik denk dat je dan ook veel beter uit gaat komen. Ja, ja, helder. De natuur laat zich niet vangen in een kalender, toch? Nee, absoluut niet. De natuur blijft altijd de baas. Ja, dus dat is ook waar je natuurlijk ook naar moet kijken, naar de praktijk. Dat als je altijd alle dingen goed doet en op een gegeven moment 2 maanden droog weer krijgt waar er veel achter blijft, ja, daar kan een boer natuurlijk niet aan doen en niks aan doen. En net hetzelfde als je in een week later een regenbui krijgt van 100 mm. Ja. Ja, dat zijn uiteindelijk de natuurwetten die uiteindelijk boven alles uitstijgen. Ja. Maar uiteindelijk, het maatwerkplan geeft wel aan dat eigenlijk met de goede toepassingen je door de jaren heen uiteindelijk de goede dingen gaat doen. Waar blijkt dat je gewoon ook veel beter kunt werken aan het verbeteren van de water- en de grondwaterkwaliteit. Ja. Oké, okay, helder. Sjoerd, als ik nog even naar jou mag. Hè? Als jij noemde rustgewassen, rotatie, vanggewassen als voorbeelden. Jij bent ook akkerbouwer zelf. Wat zou jij zelf, zeg maar, kiezen voor jouw bedrijf? Nou, er zijn meerdere maatregelen die we dus met z'n allen bedacht hebben, die dus op alle soorten grondsoorten toepasbaar zijn. Een daarvan is bijvoorbeeld het laten overstaan van een vanggewas die je inzaait om de overgebleven stikstof te kunnen binden. Dat is een heel interessante die ik zelf graag zou toe willen passen. Wat ook belangrijk is, net ook al genoemd, dat is het meten. Dus dat we meten van wat is er nog in de grond, wat is er uitgespoeld. Dat is ook een belangrijke die we in kunnen zetten om zo beter inzicht te krijgen. Want dat blijkt nog steeds dat het heel lastig is dat we nog niet weten hoe het precies met die afspoeling zit. Mm-hmm. En door die aantal maatregelen is er eigenlijk het belangrijkste van ons vooral de waterkwaliteit blijft gewaarborgd en komt beter in beeld. En de financiële impact is minder groot als het in het eerste ontwerp van de overheid. Want dat was ook het punt. Ja, ja. Maar als het gaat om jouw eigen bedrijf, wat zou je dan doen? Ja, ben je meer generiek? Zou je kiezen meer voor het generieke beleid? Of heb je een maatwerkspecifieke oplossing? Dat is het mooie van ons maatwerkplan. En het overgrote deel van mijn areaal zou het generieke plan zou eigenlijk goed genoeg zijn. Maar er zijn ook stukken grond bij waar ik wat intensiever wil telen. En daar zou ik door middel van monitoren en meer inzetten van vanggewassen kunnen kiezen voor ons maatwerkaanplan. Ja. En daarom is het zo belangrijk dat het dus aan de teler zelf is. Dat hij zelf kan beslissen wat hij neemt. Precies. Omdat hij wel terug kan vallen op het generieke beleid. Ja, helder. Jaap, hoe zit dat bij jou? Ja, inderdaad ook. Met name die groenbemesters zo lang mogelijk op je land laten staan. Hè. Die nemen de hele winter nog mineralen op. En nu moeten ze tot 1 december blijven staan. Maar in mijn geval zouden ze prima bij wijze van spreken tot 15 februari kunnen blijven staan. Ja. En ook dan nemen ze nog mineralen op. En dan hoef ik minder vaak vruchten wisselen. Want dat kost gewoon heel veel geld als je veel rustgewassen in je rotatie moet toepassen. En soms werkt het ook zelfs averechts. Hè. Die 1-op-3 maatregelen op de zandgrond bijvoorbeeld. Dan ga je op een gegeven moment ook je suikerbiet in je bouwplan vervangen. Dat is juist een heel goed gewas voor de waterkwaliteit. En dat zou echt zonde zijn. Dus daar moet je echt naar alternatieven toe. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Helder. Ik wil jullie heel erg gaan bedanken voor jullie bijdrage. Volgens mij een heel helder verhaal vanuit de plantaardige sectoren. Wat het impact is vanuit het maatwerkplan wat jullie ook met elkaar hebben samengesteld. Jaap, jou zie ik straks aan het einde nog terug. Hè, want jij gaat meehelpen met vragen beantwoorden. Leendert-Jan, Onders, jij heel erg bedankt. Sjoerd ook. En Dirk uiteraard ook. Graag gedaan. Gaan wij weer eventjes kijken naar een heel kort filmpje. En dat geeft ons de gelegenheid om te wisselen voor de melkveehouders die dan hier aan tafel staan. En dan gaan we kijken wat het maatwerkplan betekent voor de melkveehouderij. Thank you.
terug bij het webinar over het zevende actieprogramma. En dan met name het maatwerk wat is opgesteld door het agrobedrijfsleven. En we gaan ons nu focussen op de melkveehouderij. Daarna, als we dit onderdeel gehad hebben, dan komen we nog een keer terug bij waar we eigenlijk ook gestart zijn. En gaan we vooral focussen op de vragen van uw deelnemers. Maar allereerst de melkveehouderij. Wil Meulenbroeks, voorzitter van LTO Melkveehouderij. Marije Klever, bestuurslid bij NAJK. En ook, jij hebt in je portefeuille natuurlijk de melkveehouderij. En Oscar Meuvels. Jij bent van de NZO. Oscar, als ik even bij jou mag beginnen. Als het gaat om de impact van dat maatwerkplan voor de melkveehouderij. Hoe zou jij dat kunnen aangeven? Nou ja, de impact is denk ik in die zin positief dan omdat het ministerie. Dat is een aantal keren nu al gerefereerd aan dat het een generiek beleid was wat het ministerie voorstaat. Daarvan is denk ik de impact enorm groot op de hele keten. Hè? En daarom dat we daar inderdaad ook, en dat zei Roy volgens mij in de inleiding ook al, juist voor gekozen hebben om met z'n allen zeg maar, ons daaraan te zetten en met een alternatief te komen. En ik denk dat dat uiteindelijk de meerwaarde is, dat je als keten ernaar kijkt, omdat de impact uiteindelijk door de hele keten heen sorteert en een groot effect heeft. En we staan natuurlijk met z'n allen toch voor een duurzaam en economisch gezonde keten in zijn geheel. Dus vandaar dat we er ook als NZO zeg maar, in die zin met z'n allen hiervoor staan, zoals we hier aan tafel staan. Ja, want ook jullie zagen dat het plan zoals dat nu voor ligt vanuit de LNV, dat een grote negatieve impact ook gaat hebben op de melkveebedrijven. Ja, en dus ook op de keten. Daarmee direct sorteert het effect uiteindelijk naar de keten daarna, naar de zuivelverwerkers. En daar is ook al in gerefereerd. Hè. De impactanalyse heeft het ook laten zien, die later is verschenen, dat de impact enorm is. Vandaar dat wij ook gemeend hebben dat we daar met z'n allen even onze schouders onder moeten zetten om een alternatief te verzinnen, wat wel de goede kant op gaat. Ja. Heel goed. Dat is hoopgevend in ieder geval. Wil, als ik verder mag gaan met jou, want als het gaat inderdaad om het maatwerkplan en dat voor de melkveehouderij, welke punten vind jij het belangrijkst die daarin staan? Een belangrijk punt is dat je inzet gaat plegen in die gebieden waar het noodzakelijk is, dat je dat eerst vaststelt en vervolgens dat je een maatregelenpakket hebt waar boeren mee vooruit kunnen. En dan denk ik met name aan gemengde bedrijven, dus bedrijven die en vee houden en andere takken hebben, akkerbouw, tuinbouw. Die zouden tussen wel een schip vallen met het plan van LNV? Volgens het plan van LNV moeten bedrijven die rundvee houden, die moeten voldoen aan een grondgebondenheidseis of aan een percentage grasland. Mm-hmm. En daarvan weer een percentage blijvend grasland. Mm-hmm. En gemengde bedrijven lopen daar helemaal in vast. Dus dat is een heel belangrijk punt wat in ons plan, in het alternatief wordt opgelost. Doordat je met een maatregelenpakket gaat werken waar boeren een keuze uit kunnen maken. Ook afhankelijk van de specifieke opgave die in een bepaald gebied ligt. Dus daar kunnen ze zich op toespitsen. Daar kun je vruchtwisseling als instrument inzetten om tot een betere waterkwaliteit te komen. Mm-hmm. Dus daarmee vang je in feite dat probleem van die rundveebedrijven, vang je daarmee af. En in feite kun je daarmee, afhankelijk van het bouwplan wat boeren hebben, kun je toch gaan voldoen aan de waterkwaliteit. Dat is één hele belangrijke. Okay. De tweede is de rol van grasland. Die grasland kan spelen in de verbetering van de grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit. We zien dat het ministerie, dat onze minister echt inzet op de verplichting van een bepaalde percentages. Wij willen inzetten op het inzetten van het grasland als stimuleringsmaatregelen. Dus boeren stimuleren om gras te telen. Maar wat daar dan nog in speelt is zeg maar het areaal, het blijvend grasland. We zien bepaalde regio's waar dat goed te doen is, mm-hmm. Dan denk je met name aan veenweidegebieden, mm-hmm. waar veel blijvend grasland is. Maar als je in de zandgebieden kijkt, dan zie je dat blijvend grasland daar vaak heel moeilijk is om te handhaven, zeker in droge perioden. Dat de onkruiddruk heel erg hoog wordt, dus het mm-hmm. gras verdrongen wordt. Mm-hmm. Nou, daar moeten we ook naar kijken hoe we daar, en daar voorziet ons plan ook in, dat door maatwerk, Daar op een andere manier invulling gegeven. En hoe willen jullie dat met name stimuleren? Nou ja, dat zou je kunnen stimuleren door extra mestplaatsruimte in de vorm van een derogatie. Dus dat je gaat werken aan een gewasderogatie. Dat zou een optie kunnen zijn. Oké, helder. Marije, wat zijn voor jou de belangrijkste punten uit het plan?
Wat ik een heel vervelend punt vind, zijn die bufferstroken, waarbij je ook plaatsingsruimte verliest en daarbij ook in de knel kan komen met de wet grondgebonden groei. In ons plan, en het is al eerder ook gevallen, maar nogmaals, daar kijken we dus veel meer naar waar zijn ze nuttig. En ook, we willen ze vrijwillig houden, waardoor ze ook beloond kunnen blijven. Dus dat is echt wel heel iets anders. En daarmee pak je hem denk ik ook wie hem kan gebruiken en waar die nut heeft. Dus dat is... Dat beloont ook vanuit het GLB, bedoel precies, je dan? Ja, stimulering. Wat een ander sterk punt is uit ons alternatieve plan, is het meten. Dus we willen echt gaan meten. Dat geeft een stuk monitoring, een stuk feedback ook naar de melkveehouder of de akkerbouwer van wat doe ik. En echt niet vanuit een model, maar echt een meting. En ons als sector gaat het ook helpen om het meten zo en zo verder te brengen. Want we werken veel met modellen, maar we willen eigenlijk meer richting dat meten. En in ons plan gaan we daar ook echt mee beginnen. Ja, de melkveehouderij heeft natuurlijk al heel veel ervaring ook met vanuit de kringloopwijzer. Als het gaat ook om meten. Ja, en monitoren van mineralenstromen enzovoort. Precies, dat zit ook al in de kringloopwijzer. Maar dat meten gaat dus ook echt met de schop in de grond een meting nemen. Ja. En dat krijg je dan vervolgens terug. Ja. Oké, heel goed. Als we even kijken verder, Wil, met name ook voor die melkveehouderijen. We hebben inderdaad al heel veel langs zien komen. Om nog even ook terug te gaan naar dat meten, want dat is wel een heel belangrijk onderdeel ook voor jullie, hè, begrijp ik. Schop in de grond hoorde ik. Zijn er nog meer manieren? Nou ja, je kunt steekproefgewijs monsters nemen van het grond- en oppervlaktewater. Mm-hmm. Op de monitor om gewoon te kijken van ja, is de inzet die je pleegt, hè? Is zeg maar het plan wat een melkveehouder gemaakt heeft om zeg maar het generieke beleid te ontlopen, is dat ook effectief? Hè? Dan kun je zeg maar op gezette tijden kun je wel meten of de grondwaterkwaliteit en de oppervlaktewaterkwaliteit of die ook echt verbetert. En daarmee krijg je wel een beeld van wat er werkelijk gebeurt. Ja, precies. Jij hebt zelf een bedrijf in het zuidelijk gebied. Welke onderdelen van het maatwerkplan zou jij graag voor jouw bedrijf willen gaan inzetten? Een langer groeiseizoen, gras volop inzetten. Ook niet alleen langjarig gras, maar ook gras voor 2 à 3 jaar. Mm-hmm. Wat goed gecombineerd kan worden met akkerbouwgewassen in de vruchtwisseling. En eigenlijk de periode dat er gras staat, maximaal mineralen laten onttrekken uit de bodem. Daar zie ik gewoon een enorme mogelijkheid. Ja, en waterbeheer is op de zandgronden heel vaak ook een hele belangrijke om gedurende het groeiseizoen mineralen te kunnen laten onttrekken. Mm-hmm. Dus ook dat waterbeheer is denk ik op zandgronden ook een hele belangrijke. Oké, ja. Voldoende water ter beschikking tijdens het groeiseizoen. Ja, precies. En op welke manier zou je dat willen bereiken? Zoals ik zei, zorgen dat je in feite aan je waterhuishouding werkt. Zorgen dat je een goed vruchtwisselingsplan hebt. Mm-hmm. Waarbij je goed nadenkt welke gewassen je op elkaar laat volgen. Oké. En Marije, jij hebt juist een melkveebedrijf in het noorden van het land. Wat voor jou... Vanuit het maatwerkplan zou voor jouw bedrijf van toepassing zijn? Ja, ik heb een bedrijf in het veenweidegebied, dus heel veel slootjes. Dus de bufferstrook is echt wel een ding bij ons in het gebied. Dus het gaan kijken van waar die nodig zijn en daar vrijwillig mee bezig gaan, dat past denk ik heel goed. En ik ben ook echt wel geïnteresseerd in dat meten en de feedback die je daarop krijgt. Waarbij we ook met kennis willen gaan ondersteunen. Hè, als je telkens hoog zit, wat kan je dan doen om dat te verbeteren? Dus ik denk dat dat zo goed is voor de sector als we ons daarin ontwikkelen. Dus dat vind ik ook een heel positief punt wat ik graag op mijn bedrijf zou willen toepassen. Ja, precies. Zou dat ook een mogelijkheid zijn zeg maar, om melkveehouders onderling, om daarin te kunnen leren van elkaar? Dus zeg maar ook op dat gebied te gaan benchmarken wat je... Nou, ik denk zeker, ik krijg natuurlijk echt een database met allerlei informatie, echt gestoeld op metingen. En we kennen het DAW, het Delta Plan Agrarisch Waterbeheer. Daar is al heel veel kennis en daar is dit gewoon weer een hele nieuwe input aan kennis in. Dus dat gaat zeker helpen om dat allemaal aan elkaar te linken. En wat heeft nu veel effect en wat heeft minder effect? En waar zetten we de goede stappen? Waar zouden we nog andere stappen moeten zetten? Dat zijn vragen waar we antwoorden op gaan krijgen. Ja, precies. Dus dat kan een heel belangrijk sturingsinstrument zijn, managementinstrument eigenlijk ook. Ja. Ja. Oké. Als we kijken ook naar de borging. Dat is altijd een heikel punt hè, vanuit de overheid. Wat is daar op jullie voorstel?
Kijk, het is wel zo met het maatwerkplan dat je meer gaat laten zien wat je gaat doen. Dus je zit niet vast aan die ene datum of aan die rotatie. Met die rustgewassen of aan die 70% gras. Mm-hmm. Maar je zal wel meer moeten laten zien wat je dan wel doet. Omdat het bij ons veel meer het maken is van een puzzel en dan de slimme dingen doen op de juiste plek. Mm-hmm. Ja, daar zal je wel inzicht aan moeten geven in een plan of iets dergelijks. Dus ook nog een stuk uitwerking. Mm-hmm. Maar op die manier willen we het ook gaan borgen. Dus dat je inzicht gaat geven in die stappen die je gaat zetten. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Oscar, jij zei al net, hè, jij sloot jouw stukje, jouw betoog al heel positief af. Dat je zag dat het de goede kant op gaat. Kun je daar nog even iets verder toelichten? Nou ja, ik denk dat wat eerder ook in een aantal inleidingen is gezegd, is natuurlijk al dat er een handreiking duidelijk is gedaan nu, hè, door de politiek en door het ministerie. Die hebben handschoenen opgepakt. Er zit natuurlijk nog, zoals ook Wil net zei, veel werk in de uitvoering. Hè. Dus in de komende weken, maanden, zullen ook nog puntjes op de i moeten worden gezet. Mm-hmm. Maar wat ik wel positief hieraan vind, is met name ook dat we nu de kans krijgen om, en wat ik denk in het generieke plan veel minder aan de orde is gekomen, om juist meer ook naar het integrale te kijken. Hè. We doen nu niet alleen een oplossing voor het zevende actieprogramma, maar ook nadrukkelijk in ons maatwerk kunnen we ook veel meer kijken naar de andere opgaves die er liggen voor de keten. Ja. Zoals onder andere bijvoorbeeld de klimaatopgave waar we het over hebben. Zodat we nadrukkelijker kunnen kijken wat de verschillende effecten zijn van de maatregelen die je neemt. Zodat je uiteindelijk met één pakket ook gewoon veel meer oog hebt voor wat er om je heen gebeurt. Ja, ja, oké. Wil, heb jij nog een aanvulling daarop wellicht? Nou ja, ik denk het integraal benaderen van de thematiek van het dossier is denk ik heel, heel belangrijk. Ja. Op de boerenerven, daar komt alles bij elkaar. Ja. Wat Tineke ook beschreef, hè, wat het met de boeren deed toen het plan van het ministerie gepresenteerd werd. Hè, tot in detail alle maatregelen die je op bedrijfsniveau moet gaan nemen. Ja, dat past niet meer in de bedrijfsvoering van de boeren. En het is gewoon verschrikkelijk belangrijk dat er beleid komt wat in elk geval op elkaar aansluit, wat niet conflicteert. En dat is al heel erg uitdagend. Nou, zet dan die boer ook vooral in zijn kracht door een maatregelenpakket aan te bieden waaruit hij kan kiezen om zijn bedrijfsvoering op orde te brengen. Ja, precies. Ja, precies. En dat er ook met name gestuurd dus wordt op doelen en niet op middelen. Precies. Wat eigenlijk nu weer gebeurt. Ja, ja. Exact. Ja, oké. Okay. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken, alle drie. Marije gaan we straks nog terugzien bij het beantwoorden van de vragen. Dank jullie wel voor jullie inbreng. En om een inkijk te geven wat het maatwerkplan voor de melkveehouderij betekent. U gaat weer eventjes heel kort, zoals u al twee keer eerder heeft meegemaakt, een bumpertje zien. Dan gaan wij hier even wisselen en ons gereed maken voor het laatste stuk. En dat gaat met name over het beantwoorden van uw vragen. Dank jullie. Bij het webinar zevende actieprogramma. En met name bespreken we natuurlijk het maatwerkplan vanuit het agrobedrijfsleven. En we zijn toe in het webinar aan het laatste deel. En daarin gaan we een stukje vooruitkijken. Want wat hebben we nog verder te wachten als het gaat inderdaad om dit zevende actieprogramma. En daarna gaan we ook, zoals ik al eerder een paar keer heb aangekondigd, zoveel mogelijk van jullie vragen proberen te beantwoorden. En dat ga ik doen met Roy Meijer, Marije Klever, Tineke de Vries en Jaap van Wenum. En we hebben jullie alle vier al een keer eerder hier mogen zien. Als we eerst even kijken, Roy, als ik even jou mag vragen, het proces waar we nu verder ingaan. Hè? We zeiden al helemaal aan het begin, het wordt nog even een spannende paar weken. Kun je ons meenemen in dat proces? Nou, kijk, de eerste stap is gezet doordat we zelf een plan hebben gemaakt. De tweede stap is gezet doordat de minister in de brief naar de Kamer heeft aangegeven dat ze dat plan omarmt. Maar ja, nu is de vraag hoe dan? De inzet heb ik net al aangegeven. Mm-hmm. Het is één plan, het is niet op te delen.
En wij willen in 2022 daarmee aan de slag. Mm-hmm. Zodat een ondernemer 1 januari 2023 kan kiezen. Dus mm-hmm. dat is dan de volgende stap. Nou, dat zal in een brief naar de Kamer bevestigd moeten worden. En we zullen ook moeten kijken hoe het opgenomen wordt in het 7e actieprogramma. Want dat heeft de minister in principe toegezegd als we aan die 4 doelen voldoen. Mm-hmm. En dan moeten we naar Brussel. Althans, LNV moet naar Brussel. Maar we zullen als sectorpartijen LNV daar zeker bij gaan helpen. Als ze ons ook helpen. Ja, en dan moet Brussel ons het actieprogramma gaan goedkeuren. Dus we leggen het dan ergens in december, is dat volgens mij, dat het voorleggen. Nou, als het dan is goedgekeurd, ja, dan moeten we zelf aan de bak als sectorpartijen met LNV om de losse eindjes, want die zijn er natuurlijk wel. Hè. We hebben in een maand tijd echt iets heel groots aan de grond gestampt. Mm-hmm. Maar we moeten het nog wel even met elkaar goed invullen. Mm-hmm. Dat zullen we dan moeten uitwerken. En dan hoop ik dat we 1 januari 2023 ondernemers een keuze kunnen voorschotelen. Ja. Tineke, als ik even aan jou mag vragen. Als het gaat, wat zijn de belangrijkste punten eigenlijk, hè, van jou, als jij dat zo ziet vanuit jullie maatwerkplan, waarvan je in ieder geval zegt van dat moet LNV toch echt op zijn minst mee gaan nemen? Sowieso het opnemen op zich al. Het is al een hartstikke geheel, ja. Ja, als geheel. Mm-hmm. Maar we moeten... Het is geen plan waaruit geshopt mag worden. Nee, dat mag niet uitgeshopt. Het is of je kiest voor dit of je kiest voor dat, maar je kiest er niet een stukje van. Nee. Dus het kan niet zo zijn dat er een aantal maatregelen alsnog generiek zijn mm-hmm. naast het maatwerkplan. Mm-hmm. Dus daar mag niet in geshopt worden wat ons betreft. Maar dat geeft een hele grote verantwoordelijkheid om dit komend jaar natuurlijk wel met LNV heel goed te gaan uitwerken. En dan gaat het natuurlijk niet alleen om akkerbouw, het gaat niet alleen om melkveehouderij, maar het gaat ook hoe komen de kalverhouders eruit, hoe komen de paddenstoelenkwekers eruit, wat doet dit met ballentelers. Dus we hebben ook nog heel veel specifieke groepen waar je ook de goede dingen voor moet doen. Ja. En dat vraagt nog enorm veel uitwerking. Dus, maar als we eerst maar zover zijn, dat mm-hmm. we het kunnen uitwerken. Mm-hmm. We zeiden al, hè, we hebben ongeveer nog pakweg 3 weken nu. Relatief kort tijdsbestek. Wat zijn jullie belangrijkste actiemomenten, zeg maar, nog voor die komende 3 weken? Nou ja, dat is dit. In dit geval van de week moet het eigenlijk klaar zijn. Het gaat vrijdag naar de ministerraad. Die week daarop komt het, de 29 november, komt het in de begrotingsbehandeling van LNV. En dan moet er ook geld bij. En dan is het daarna uit onze handen. Dan moet LNV echt hun best doen in Brussel om dit goedgekeurd te krijgen. Dus het is eigenlijk nog deze week 200% erop. En dan is het ook even afwachten voor ons. En hoe ziet dat er precies uit, Jaap? Jij hebt je agenda helemaal leeggeruimd? Nou, deze week nog wel inderdaad. We overleggen heel veel met elkaar natuurlijk. Ook de nieuwe informatie die we steeds ook weer terugkrijgen vanuit het ministerie. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we weer verder? Ja. En we hebben ook gewoon nog wel een paar punten die we willen binnenhalen. Het maatwerk aanpak is denk ik genoemd. Maar ook in het generieke spoor zitten nog wel een paar zaken die heel veel pijn doen. De 1-op-3 rustgewassen heb ik al genoemd voor de zandgronden die nog staat. Maar bijvoorbeeld ook de fosfaatindicator op de kleigronden. Waar de overgang naar een nieuwe systematiek voor heel veel verlies aan fosfaatruimte zorgt. Er is nog niks voor geregeld in het actieprogramma. En dat willen we toch ook graag op een goede manier erin krijgen. Ja. Ja, daar is de tijd heel kort voor. We zitten morgen weer bij het ministerie ook om daarover te praten. Dus dat zijn wel punten die dan op de agenda staan. Oké, helder. En vanuit de melkveehouderij, Marije? Ja, wij zijn ook zeer intensief mee bezig. En ook zeg maar die 70% gras bijvoorbeeld die erin staat. Van kunnen we daar nog iets mee dat ook in het generieke plan daar anders naar gekeken wordt? Ja, dat zijn nu wel hele spannende punten. En waar het ook al moet gebeuren komende week. Dus nog even volle inzet daarop. Ja, precies. Oké. Roy, wanneer zijn jullie precies tevreden? Als op 1 januari 2023 een ondernemer kan kiezen voor ons plan. Ja, precies. Dus naast inderdaad het generieke deel ook gewoon een keuze heeft vanuit het maatwerkplan. Zo is het. Ja, oké. Helder. Wat mij betreft gaan we toe naar de vragen. Ik heb al een paar keer aangekondigd dat het mogelijk is om ook vragen te stellen. Dat er moderators klaar zitten om ook de vragen vanuit de deelnemers van u dus thuis op te vangen. En dat we in ieder geval een aantal gaan proberen hier zo goed mogelijk te beantwoorden. Overige vragen die niet lukken om nu te plekken, zeg maar, mee te nemen en beantwoord te krijgen. Daar zullen we wellicht na de hand, na dit webinar, dat er nog contact over is.
12 vragen zijn er geselecteerd. Laten we die doornemen met elkaar. Als we even als eerste kijken naar de eerste vraag. Als het 7e actieprogramma van Schouten goedgekeurd wordt door Brussel, wat is dan nog de garantie dat het plan van ons consortium alsnog geaccepteerd wordt? Ineke, zou je even voor je rekening willen nemen? Ja, het 7e actieprogramma wordt onderdeel, of ons plan, ons maatwerkplan, sorry, wordt onderdeel van het 7e actieprogramma. Ja. Dus als het 7e actieprogramma geaccepteerd wordt door Brussel, is daarmee ook ons maatwerkplan geaccepteerd. Dan moeten we het nog wel uitwerken natuurlijk, maar dan zit het er wel in. Ja, precies, precies. Ja, oké. Lijkt me helder. Volgende vraag. De stroken zitten in de conditionaliteit van het nieuwe GLB. En dat is niet vrijwillig. Hoe lossen we dit op? Jaap? Nou, het is wel vrijwillig. Nederland heeft goed onderhandeld in Brussel bij het GLB en heeft daar eigenlijk bedongen dat Nederland, of een waterrijk land, mag afwijken van die verplichting van de bufferstroken. Dus Nederland hoeft dat niet in te voeren. En dus op het moment dat dat niet ingevoerd wordt op de manier zoals Brussel dat wil, dat we daar onze uitzonderingspositie benutten, ja, dan kunnen we ook daar die beloning voor realiseren en kunnen we dat in die maatwerkaanpak ook belonen. En dat motiveert veel meer dan die generieke verplichting of een generieke breedte zoals Brussel dat wil. Dus we hebben daar Nederland goed gedaan, LNV ook goed gedaan. Dus dan moeten we nou ook inkoppen. Ja, precies. Maar wat ik begreep is dat wel die bufferstroken en ook de verplichting daarin als generieke maatregel wel is opgenomen. Maar het hoeft dus eigenlijk niet, begrijp ik. Nee, Nederland mag afwijken van die meters die Brussel voorschrijft voor heel Europa. Dat is bedongen. Ja? En natuurlijk hebben we gewoon onze teeltvrije zones vanuit het activiteitenbesluit voor de gewasbescherming. En dus die staan ook gewoon, die staan ook niet ter discussie. Ja. Maar alles wat je extra doet, dat wil je graag kunnen belonen in het GLB. En dan wordt het ook veel aantrekkelijker voor een boer of tuinder om daar mee te doen. Ja, logisch. Oké. Waarom is het ministerie met hun eigen plan gekomen en is er geen overleg geweest met de agrarische sector? Roy? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk ook niet dat wij die kunnen beantwoorden. Nee. Die moeten ze denken, deze vraag moet denken aan de minister gesteld worden. Er is geen consultatie geweest. Jazeker wel. Maar een consultatie is als je iets hebt bedacht. Ja. En dan breng je het naar buiten. Precies. En dan vraag je in de sector wat ze ervan vinden. Of aan de boeren zelf, die dat ook massaal hebben gedaan. Ja. Met modellen maar vanuit ons. Niet vooraf, zeg maar. Niet vooraf. Dus waarom dat zo is, weet ik niet. Ik vind het zelf een slechte zaak. Wij laten nu als agrobedrijfsleven zien dat we verantwoording willen nemen. Dat we de koppen bij elkaar kunnen steken en iets kunnen verzinnen. Wat hout snijdt, misschien wel meer hout snijdt. Eigenlijk vinden wij ook dat het meer hout snijdt dan het plan van LNV zelf. Mm-hmm. Dus het is een gemiste kans van LNV en van de minister dat ze daar niet eerder gebruik van heeft gemaakt. Mm-hmm. Oké. Dus dit is een werkwijze, een keuze geweest vanuit het LNV om het zo dus te doen. 300%. Ja, oké, helder. Het alternatieve plan gaat grotendeels over het meten van wat er werkelijk gebeurt. Het lijkt echter alsof zowel LNV als RIVM als PBL liever werkt met berekende modellen. Hoe reëel is het om te verwachten dat de minister positief staat tegenover een methode gebaseerd op werkelijk meten in plaats van dus rekenmodellen. Marije? Ja, dat meten, daar hebben wij ons ook laten inspireren over het systeem wat ze in België hebben. Ja. Kijk, waar je wel tegenaan loopt op het moment dat je in de grond meet, is dat je niet direct aan het grondwater kan linken. Dus we hebben gezegd, we gaan eerst meten, zeg maar, met steekproefgewijs en daarvan leren. En op die manier gaan we ook een database bouwen, zodat je uiteindelijk het meten ook weer, zeg maar, kan verbeteren en daar wel naartoe, uiteindelijk op de lange termijn naartoe kan gaan werken. Mm-hmm. Dus het is niet dat we alles op die metingen baseren en dat je daar ook een boete voor krijgt als je daar fout zit, dat niet. Maar wel dat we heel nadruk hebben gezegd, we willen dit er wel in hebben, want we vinden dat als sector gewoon heel belangrijk, dat we een beetje van die modellen afkomen en dat we dichter bij dat meten komen. Ja, precies. En weet jij ook, kun je meer vertellen over, want je zegt van Vlaanderen is voorbeeld geweest, hoe het daar werkt, zeg maar? Ja, wat ze daar doen is, ieder bedrijf wordt ieder jaar worden de metingen genomen, maar niet ieder perceel. Dus er worden, zeg maar, steekproefgewijs op bedrijven metingen gedaan. Maar dat zorgt er wel voor dat je, zeg maar, ook niet precies weet van, oh, nou ja, waar gaan ze meten? Maar dat je dus wel een bepaalde mindset hebt van, ik krijg feedback over hoe ik heb gewerkt. Mm-hmm. Ja, daar zit het dus best een heel complex systeem, hoor. Daar maken ze bepaalde gebieden en als een gebied dan zeg maar minder goed grondwater heeft, dan komen er bepaalde generieke voorwaardes. Als je daar dan weer van los wil komen als bedrijf, dan moet je al je percelen meten. Dat is weer een stuk duurder. Nou ja, wij hebben dat nog niet helemaal zover uitgewerkt in hoeverre we dat over gaan nemen. Maar het principe
dat we gaan meten op een steeksproefsgewijze manier. Mm-hmm, mm-hmm. Dat hebben we er zeg maar ingezet. En hoe we dat precies gaan uitwerken, ja. Dat gaan we komend jaar doen. Ja. En is het inderdaad zo dat, dat er grote verschillen ook worden gezien tussen het daadwerkelijk meten versus de berekende modellen? Ja, daar kan ik niet helemaal zo antwoord op geven. Maar wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld als het heel nat najaar is, bijvoorbeeld dat je andere uitkomsten krijgt die je zou verwachten. Dus er zijn gewoon wel andere invloeden nog op dat getal wat die uitslag van die meting weergeeft. En ja, als je daar meer over leert, dan kan je ook beter begrijpen waarom die meting een bepaalde uitslag heeft en met wat voor bandbreedtes je bijvoorbeeld zou moeten werken of zo. Hè. Dan kan je op die manier kennis daarover gaan ontwikkelen. Ja, ja. Oké, heel goed. Dit is een vraag vanuit voor de akkerbouw, Jaap. Dus blijft in de zand- en lusgebieden de rotatie van het rustgewas staan op 1 op 3 of komt hier ook rek in? Wat ons betreft komt daar rek in, hè. Laat dat helder zijn. 1 op 4 is misschien nog wel een keer te doen, hè, zeker voor veel akkerbouwers. Hè. Dan vervang je bijvoorbeeld je maïsgewas in je rotatie door graan. Mm-hmm. Ga je naar 1 op 3, bijvoorbeeld in de veenkoloniën, ja, dan gaat men de suikerbieten daar uit het bouwplan vervangen. En dan komt de bietenketen in de problemen. Dan wordt het water echt niet beter van, want bieten zijn gewoon heel goed. Dus ja, dan houden we daar wel een probleem. En uiteraard vervangen dit soort maatregelen of dit soort ingrepen als je kiest voor de maatwerkaanpak straks. Dat sowieso. Maar we willen eigenlijk in het generieke spoor hier ook wat meer lucht in krijgen, omdat de economische impact enorm is en de bijdrage aan de waterkwaliteit lang niet altijd er is. Nee, precies. Ik blijf nog even bij jou, Jaap. Kan suikerbieten als rustgewas worden aangemerkt, omdat dit immers een relatief lege grond achterlaat en tevens diep wortelt? Ja. Suikerbieten natuurlijk een gewas wat inderdaad voor de waterkwaliteit heel goed is. Diepwortelend zoals hier ook staat. Het is wel een rooi gewas. En een rooi gewas als rustgewas, dat is toch altijd wel wat discussies. Zeg maar. Het is toch wel voor de grond wel een behoorlijke intensieve teelt natuurlijk. Met name ook door het rooien. Dus dat wordt wel ingewikkeld. Wij zoeken wel de ruimte echt ook in die rijst met rustgewassen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de volgrond groenteteelt, waar je soms hele korte teelten hebt. Nou ja, waar je dus ook heel veel ruimte hebt om er misschien wel bijna een half jaar lang een groenbemest erachteraan aan te zetten. Ja, dan moet je ook zo'n periode als een rustgewas kunnen zien. Hè. Dus we zoeken wel ook daar de ruimte en te kijken van, hoe kunnen we dat met maatwerk oplossen. Maar ik denk dat dit net een stap te ver is. Niet aannemelijk dat... We maken er wel een winterteelt van, hè, dat wel. Dus voor de 1 oktober, dat gaat wel lukken, daar ben ik wel van overtuigd. Maar als rustgewas zal het wel een hele zware dobber worden. Oké. Okay. Maar goed, 1 oktober was het probleem. Dat is het grootste probleem. En dat gaat er bij de bieten wel af. Ja. Ja, precies. Oké. Ja. Oké, okay, helder. Even kijken. Melkvee. Er wordt op ons melkveebedrijf op de lusgrond al jaren het nitraatgehalte in de bodemvocht gemeten. De metingen wijzen steeds uit dat we ruim onder de nitraatnorm van 50 milligram nitraat per liter bodemvocht uitkomen. Mogen we in het waterwerkplan meer mest van ons eigen vee aanwenden, in plaats dat we deze mest nu moeten afvoeren en kunstmest zouden moeten gaan gebruiken? Nou, dit zit niet zo direct in het maatwerk, maar in de voorstellen van het 7e actieprogramma is wel ook een pilot voor gewasderogatie meegenomen. Dus daar zou dat in terug kunnen komen. En sowieso breder, maar dat gaat dus eigenlijk buiten dit stuk om, willen we al heel lang kunstmest meer kunnen vervangen door dierlijke mest. Dus daar is het sowieso wel een deel van onze lobby op gericht. Ja. Maar het is niet zo dat je met het maatwerk direct ook meer mest op je land kan brengen. Nee, oké. Oké, helder. Wordt een gemengd bedrijf met melkveeakkerbouw aangemerkt als graasdierbedrijf? Tineke, weet jij dat wellicht? Ja, moet je niet net aan mij vragen. Nee, oké. Okay. Lieve Marije, misschien? Wie zoals, van jullie wil deze, dit antwoord voor zijn rekening? Zoals het nu in het generieke spoor zit, is dat wel zo. Maar we zijn dus wel nog echt in gesprek met LNV, omdat we echt wel zien dat het daar wringt. En de minister heeft ook zelf gezegd van ja, gemengde bedrijven moeten eigenlijk niet in de problemen komen. Het past natuurlijk ook heel erg bij kringlooplandbouw, gemengde bedrijven. Ja. Dat is juist wat ze wil, toch? Ja, ja. Maar zo stond het wel in het concept wat we allemaal gezien hebben. Dus wel een spannende. Ja, oké. Ziet generiek toe op het hele bedrijf of perceel? Of gaat het om perceel? Ja, je kiest straks als bedrijf. Ja. Ja, als je met meer twee systemen op een bedrijf gaat werken, wordt het ook wel weer ingewikkeld. Ja, oké. Helder. Hoef ik mij dan niet te houden aan deze regels? Dus afzien van subsidie en enkel houden aan mestbeleid?
Ja, dat vind ik een beetje een moeilijke vraag. Ja. Maar ik denk dat hier bedoeld wordt van, goh, als je het maatwerkplan hebt, hoef je dan niet aan regels te voldoen. Dat is dus niet zo. Ja, ja. We hebben ervoor gekozen om per gewas een bepaald N-bodemoverschot te hanteren in een bepaalde regio. Ja. En per gebied zal gekeken worden welk N-bodemoverschot je mag hebben. Ja. Dus daar moet je wel aan voldoen, dat zul je moeten bewijzen. Ja. Het is wel zo dat als het gaat om het GLB en je wil GLB-steun hebben, en daar had Jaap het denk ik over, dat je kunt kiezen, wil ik die GLB-gelden hebben? Nou ja, dan zul je ook iets met een bufferstrook, et cetera, moeten doen. Je kunt er ook voor kiezen, ik doe het niet. Mm-hmm. Ja, dan heb je dat geld niet, maar heb je die bufferstrook op dat vlak ook niet. Mm-hmm. Misschien dat dat ook een beetje in lijn is van deze vraag. Oké, heel goed. Dit is ook wel een interessante opmerking eigenlijk meer. Hè? Creëert een maatwerkplan. Een maatwerkplan, specifieke maatregelen, niet meer administratieve lasten. Jazeker. Ja? Ja. Nee, dit gaat gewoon meer administratieve lasten opleveren. Ja. Het is een keuze, hè? Je hoeft er niet aan mee te doen. Ja. Je kunt kiezen voor generiek, dan is het makkelijker. Ja. Dan heb je nog steeds administratieve lasten, maar die had je toch al. Of je kiest voor het maatwerkplan. Ja, dan komen er meer. Je moet meer dingen verantwoorden. Dus je moet meer dingen vastleggen. Je moet metingen. Het gaat hier en daar gewoon ook meer geld kosten. Als je die metingen laat doen, natuurlijk. Ja. Maar ja, je moet het afzetten tegen wat ben ik anders kwijt. Ja. Want we hebben ook een economische impactanalyse gezien. Die spreekt gewoon van duizenden euro's per bedrijf aan scha. Ja. Ja. Dus dan op een gegeven moment, het is wel een keuze. En ik denk dat juist het sterke van het maatwerkplan is, het is jouw eigen keuze. Je hoeft het niet te doen. Ja, ja. Oké, helder. Hoe gaan we om met het water dat uit het buitenland komt, dat al hoger is dan de doelstelling dat gesteld wordt in Nederland? Ja, nou deze is, die wil ik ook wel even pakken. Ja. Deze is, dat water komt binnen. Mm-hmm. En waar wij vanuit gaan in ons maatwerkplan, is dat je in het gebied kijkt. Wat is nou de landbouwopgave in het gebied? He, wat komt erin? Zit daar heel veel in? Ja, dan mag je dat niet meerekenen bij opgave voor dat gebied. En dat zijn we bijvoorbeeld in de DAW-aanpak al heel ver mee. Dan noem je gebiedsgerichte opgaves. Mm-hmm. Dan weten we heel precies, wat kun je nu echt aan landbouw toerekenen? En daar kun je op afgerekend worden. Ja. En ook niet meer. Oké, helder. We zijn aan het einde gekomen van wat betreft de vragen. En ook wat betreft dit webinar. Roy, mag ik jou, want jij bent een van de initiatiefnemers hiervoor. Mag ik jou ook het laatste woord geven? Nou, eerder wie eerder toekomt. Tieneke is uiteindelijk de basisinitiatiefnemer vanuit LTO. Kijk, ja. Maar we hebben met z'n tweeën destijds gebeld van, joh, dit kan niet zo. We moeten het bedrijfsleven mobiliseren en gezamenlijk een blok vormen richting LNV. Niet om LNV bang te maken, maar om te laten zien dat wij de inhoud en de kennis hebben om iets er tegenover te stellen. Ik weet nog dat wij bij elkaar in een zaaltje zaten in Wageningen en dat iedereen eigenlijk stuk voor stuk zei van, nou, dit wordt wel heel lastig. We staan eigenlijk op -10 en we moeten naar boven. Mm-hmm. Als ik nu zie wat er in die paar maanden gebeurd is, wat we met elkaar hebben uitgezocht in samenwerking met de wetenschap, met het bedrijfsleven. En dan moet ik ook echt zeggen dat met name de beleidsmedewerkers van onze alle organisaties echt een berg met werk hebben verzet. Mm-hmm. Om het tot een plan te laten komen wat hout snijdt op die vier punten die ik al eerder heb genoemd. Ja, dan denk ik dat we daar bijzonder trots op kunnen zijn. Ik ben het in ieder geval wel. Ik denk iedereen die vanavond heeft deelgenomen, ook die in het consortium zit, dat die dat ook is. En weet je, we hebben het tot nu, tot dusver zo gebracht, maar we zijn er niet. We moeten zorgen dat we bij LNV goed in de brief komen en in het actieprogramma. En mijn gevoel zegt dat LNV ook heel graag wil dat het agrobedrijfsleven deelneemt, verantwoording neemt en de ruimte krijgt. Dus wat mij betreft gaan we die uitdaging aan. En we gaan zien of op 1 januari 2023 er twee keuzes zijn of dat er één keuze is. Oké. Heel goed. Wordt nog een spannende tijd dus. Bedankt jullie allemaal voor jullie bijdrage. En u bedankt thuis voor deelname aan dit webinar. Het ging over het 7e actieprogramma en het maatwerkplan vanuit het agrobedrijfsleven. Het consortium van de bedrijven die u ziet staan op de slide die dit samen hebben opgesteld. Heel hartelijk dank voor het kijken en nog een hele fijne avond.
all of the dirt, all of the shame now. Nothing but closed doors, I'm not gonna break down.